Nou, een belangrijk punt voor mij was wel, het is ook al genoemd, het zijn drie waarden denk ik. Natuur natuurlijk, ook landbouw, dat vind ik cruciaal, ik ben zelf ook landbouwkundige. En toerisme en recreatie daarin. Als je die drie elementen in een goede samenhang kunt neerzetten, dan is ieders belang geborgd. We hebben laatst ook een bijeenkomst gehad met alle betrokken partijen, terreinbeherende organisaties, boeren en bestuurders van de hele Maasduinen bij elkaar. En dat heeft er mede toe bijgedragen dat daar waar we 9 jaar geleden, op z'n Rotterdams gezegd, geen nagel hadden om aan onze kont te krabben, dat we een proces hebben doorlopen met veel subsidie om uiteindelijk onder andere dit boek mogelijk te maken. Maar dat er nu uitzicht is op langjarig structurele financiering. De gemeente Bergen heeft daartoe al besloten. De gemeente Venlo gaat daar hopelijk bij de komende begrotingsbehandeling toe besluiten. De gemeente Gennep gaat daar druk mee aan de slag. En wij hebben het volste vertrouwen in, Léon, dat ook jij dat waar gaat maken de komende tijd. Weet je, bestuurder moet natuurlijk altijd wel even zorgen dat de middelen blijft stromen. Maar het voordeel daarvan is dat we als Nationaal Park ook echt een apparaat kunnen neerzetten waarmee we de projecten die we nu begonnen zijn kunnen afmaken en nieuwe projecten kunnen blijven doen. Om uiteindelijk van dit hele gebied, vanaf, ik zou bijna willen zeggen, de Mookerheide, tel die alsjeblieft niet mee, hè, want dat zijn niet de Maasduinen, tot voorbij Venlo als één groot internationaal gebied met regionale impact voor agrarisch ondernemerschap, toeristisch-recreatief ondernemerschap en de natuur tot een groot succes te maken. En in dat kader, Leon, ik heb het al gezegd, en Marij heeft het ook al aangehaald, wat mij betreft is dit de komende jaren de maat der dingen. Het staat erin. Het is een ongelooflijk fijn leesbaar boek en alles wat je wel eens vaag gehoord hebt over de Maasduinen staat erin. Hoe zat dat nou met die Maas en die Rijn? Waar ligt nou het zand? Waar ligt nou het grind? Hoe zitten nou die onderlagen in elkaar? Hoe is nou de cultuurhistorie hier ontstaan? Hoe is zo'n dorpje hier gegroeid en uiteindelijk ook weer niet? Ik geef het jou als inspiratiebron voor veel leesplezier in al die buren dat je in die auto zit. En ik hoop je nog vaak in de Maasduinen te zien. Hartstikke bedankt. Hoe belangrijk is het document wat u net gekregen heeft? Ik denk heel belangrijk, want hierin ligt eigenlijk vast hoe een aantal partijen samen dit nationale park tot stand hebben gebracht en ook er aan de toekomst samen aan willen werken. Dus ja, het is een mooi document, zeker om te zien waar we vanaf komen. Dat is net ook wel goed uitgelegd, hè? Waar we vanaf komen bepaalt ook een beetje waar je naartoe gaat. Dus het is een bijzonder mooi document om te zien waar we nu staan en waar we naar de toekomst ook met andere gebieden eventueel naartoe kunnen. Ik hoorde ook wethouder Splinter tussen neus en lippen door een verkapte subsidievraag bij u neerleggen. Gaat u op zoek naar budget? Zeker, dat is ook een deel van de nationale discussie. Hoe ver wil het Rijk bijdragen en hoe ver willen wij als provincie bijdragen? De provincie bijdragen is voor een aantal jaren verzekerd, dus dat loopt. Dus die discussie veel meer op het nationale niveau plaats en daar wachten we even af. En ik zal me daar in elk geval voor inzetten dat dat ook op langjarig dat we daar subsidie kunnen krijgen voor dit soort dingen. Ben je niet bang dat, zeg maar, als alles in een nationaal parkverband vastgelegd wordt, dat het bijvoorbeeld de boeren alleen maar moeilijker maakt om in deze regio actief te zijn? Nou, dat is het mooie van dit nationale park, waar die samenwerking juist met al die mensen, toerisme, landbouw en natuur, die samenwerking er is. Dat is extreem belangrijk, dat het door alle gedragen wordt, zodat je dat gezamenlijk doet. Dat is extreem belangrijk en dat is juist een mooi voorbeeld hier, hoe dat samengewerkt is. Maar het is inderdaad belangrijk dat alle partijen die een rol spelen in dat gebied, dat die met elkaar samenwerken. We gaan nu vaker hier door de Maasduinen zien struinen. Zeker. Ik heb het straks al gezegd, een mooie zondag om hier eens een ochtend rond te lopen is fantastisch. Dus het is een gebied wat ik bij iedereen aanbeveel, zou ik bijna zeggen. Maasduinen-Centraal. Nieuws uit eigen regio.